Ik heb gemerkt dat als je deze mal gebruikt en je gaat latjes afzagen, een klein latje bijvoorbeeld heb, en ik leg hem tot aan deze aan toe, en dan ontstaat er een klein driehoekje die raakt in de knel, die gaat eruit schieten. Dat is gevaarlijk. Dus, wat ga ik nou doen? Ik ga deze hierin verplaatsen. Ik maak hier een nieuwe snede, dat ik zowel links als rechts gewoon een flinkheid uit elkaar is. Nou, dit lijkt me aardig. Ik schroef eerst die vast en dan controleer ik of die haaks is of 45 graden. En nou gaat hij ligt dat lasje iets op als ik hem erin schroef, omdat hij niet is voorgeboord. Dan ga ik nog even terug. Tot hij weer aansluit en dan is hij goed aangesloten. Zit ook niet aangesloten. Dus als ik hem naar boven draai, dan voel ik hem dat hij weer omlaag zakt en dan schroef ik hem weer vast. Goed, nou hebben we deze maat. En om dit nou op de goede maat te houden, want ik merk dat die zaagsnede een beetje rammelt, die wordt groter en groter, dus ik wil hem echt op dezelfde maat hebben steeds. Dan ga ik hier een stift, een soort een grote spijker of zo, dan boor ik voor en dan stop ik hem erin in het gaatje die ik hebben wil. En als ik nou weet dat die onderkant altijd op dezelfde maat zit, en dat daar is het natuurlijk wel afhankelijk van, dan moet ik dus ook maken dat die onderkant op dezelfde maat blijft. En dan ga ik even controleren of dat nog kan verschuiven. Want die zit gewoon min of meer los. Die kan zo verschuiven. Dus als ik hem helemaal aanschuif, dan zit hij altijd op dezelfde maat. Zo, dat kan niet missen. Nou, die kan hier of hier. Het is een dun stukje. Kan ik zo die spijker inboren. En dan is hij op dezelfde maat. Kijk of ik hem daar wil hebben. Ik wil hem zo hebben dat deze maat mijn zaagmaatje wordt. Goed is, komt hier de zaagsnede langs. Het verlengde van dit lasje. Dat wordt mijn zaagsnede. Thank you.
Oké. Dus, je kan hem dan hier klemmen. Nee, dan zit ik hier in de weg. Maar ik ben daar aan de gang, dus dat geeft niet. Dus dat kan. Als ik nou wil verplaatsen naar deze, dan moeten we deze vinden. En ik voel even het gaatje. Dan ga ik een pottenkleintje opzetten, dat ik het kan terugvinden. Want dat wordt lastig. Het kan wel. En dan zet ik wel even potlood. En nu kan ik daar gebruiken. Klemmetje erop. En hij kan daar. Nou zet ik eigenlijk min of meer op de plek waar die schroef zit. Zet ik dat lijntje. En dan kan je hem terugvinden. Even kijken of hij het wil doen. Kan je niet doorschuiven tot een stukje meer dan dat. Eigenlijk wil ik dit stukje weg hebben, of in ieder geval een stukje hier weg, dat dit latje iets meer naar achteren kan. Dan kan ik hem iets meer afzagen dan alleen maar op de kop, want dat komt natuurlijk voor. Gaan we nou een hoog plankje doen, dan is dit natuurlijk niet zo stabiel. Extra steuntje erbij moeten maken, zo. Het volgende probleem wat hier nog in zit, is dat die te veerkrachtig is. Dus ik ga kijken. Als ik hier nog weer dat latje terug ga voeren en ik doe er nog eentje achter. Kijk, dan heb ik weer twee verbeteringen aangebracht. Ik heb hier twee latjes. Dikte verschil, 18, dat klopte. En dan ga ik een klemmetje op zetten en dan kan hij niet meer dat doen. Dat mag niet. Even kijken. Dit is mijn maatje. Ik heb hier in dat beentje van die steun heb ik een gaatje geboord van 6. En dan zet ik hem in. Dan kan ik hem nooit kwijtraken. Kijk, daar gaat hij. Klemmen. En nou staat hij hier nog los. Dit kan hij nog steeds doen. Nou, dan is het een kwestie van. Zo. Nee, niet zo. Kijk. Vast. Helemaal goed. Zo. Nou, je komt eraan met je al. Streepje voor daar. Streepje voor daar.
Kijk. Maar dan gaat hij er dwars doorheen.